Ja, dan gaan we weer. We gaan naar ritnummer 14, dames en heren. En dan worden we een keer een beetje groter. Dan komen we even bij de allermooiste categorieën die we kennen. In bikini mogen ze niet rijden. Hebben daar een shirt met lange mouwen en een lange broek en een hele gevaarlijke helm op. Maar dat zijn wel de chicks op BMX. We praten over de coolste categorie. 30 jaar en nog jongere dames. Anneke, Volme, Sensia, Waaienberg. Pula Dedem Zwarte, dat klinkt zo lekker. Felicia Mepsen. CRT Ralte. Senke Matjak. Voor de IJzerklasses helemaal uit Doetinchem. Anne Mokking. Voor de Flying Bus uit Winschoten. Vera Klont. En finally, voor de Heideclub, jawel, het Friesland. Voor Miss Wietse Bloemhoff. Dames, succes. Het is nooit uitgemaakte zaak, dames en heren. Iedereen moet ermee leven. Iedereen moet ermee vechten. Maar je kunt er niet omheen. Ze is een van de allerrapste dames ter wereld. En fietst hier vandaag in Schoonenbeek. Is op elk internationale wedstrijd in de wereld regelmatig aanwezig. Wietse Bloemhoff is haar naam. En laat zien dat Nederland een aardige jonge dame hier op de baan in Schoonenbeek heeft gekregen. Een van de allersterkste dames hier in Europa is ongetwijfeld Wietse Bloemhoff. Maar kijk even wat het talent is, want ook Femke Matjak heeft natuurlijk wat jaren op de pedalen staan. Met aardige aansluiting te houden, maar Wietse Bloemhoff is een aardige atlete die internationaal zeker niet zal misstaan. Ook op de lijst van Schoonenbeek als provinciaal Drents kampioen 2014.